Dat, niemand weet wie de Belgische friet heeft uitgevonden. Hè? Ik denk een West-Vlaamse middenstander. Allee, je moet toch maar op het idee komen om een aardappel te nemen, die in verschillende schijfjes te snijden en die schijfjes apart te verkopen. Kan alleen maar van een West-Vlaamse middenstander komen. Het zotste land eerst. Zegt u maar. Holland. Ja. Ja, als ik zeg het zotste land eerst in België, Holland. Zelfs de H zijn jullie niet waard. Gewoon Holland. Ja, het begint toen als wij net getrouwd waren. De seks was zo goed dat zelfs de buren achteraf een sigaret opstaken. Dat hebben we ook gedaan. Later en alleen, gekleed in een peignoir. Ja, een peignoir is geen zwart brood. Eten, 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 eten. Ze zeggen ook wel eens in België, eten dat schept een zekere band. Nu, bij sommige Belgen zien we die banden ook zo. Ik zeg, ja, ik zit met een erectie. En mijn vrouw zo, ah, ben je aan mij aan het denken? Ik zeg, ja, maar toch gaat het niet over, hè. Toch gaat het niet over. Hè. Ik vind dat ongelooflijk. Dat is de eerste man die ik tegenkom die t-shirt en luchtverfrisser met elkaar combineert. Fantastisch.